Ik ben Mark Tillemans. Ik wil later gaan werken als aerodynamica specialist om CO2-reductie te gaan verbeteren voor auto's. Ik studeer werktuigbouwkunde. Mijn master is in de richting van automotive technology. En nou, ik hou me bezig met alles wat met auto's te maken heeft. En ik specifiek in de richting van aerodynamica. De toekomst gaat echt uit naar het steeds zuiniger maken van auto's. Dus er is heel veel onderzoek naar het motorblok. Maar wat er nu nog dingen worden laten liggen is het aerodynamische aspect. Dus het verbeteren van de luchtweerstand. Tegenwoordig is duurzaamheid natuurlijk een heel belangrijk aspect, omdat iedereen let op hoeveel gram CO2 er per kilometer uitgestoten wordt. En producenten en dus de toekomstige banen zijn er heel erg toegespitst op om echt CO2's te gaan besparen. De onderkant van de auto is echt heel ruw en de lucht wordt daar enorm verstoord. En dat genereert gewoon heel veel weerstand voor de auto en dat moet je toch elke keer weer overbruggen. We hebben een plaat ontwikkeld die zorgt ervoor dat de brandstofverbruik 10% verlaagt. De auto over 10 jaar zijn allemaal kleine, lichte, carbon fiber autootjes. Zeg maar de iPad op wielen. Dus het steeds meer functies van je telefoon en je auto laden. Dat als je instapt, dat je gelijk je lekkere muziekje begint te draaien. En dat je je eigen radiozender synct met je telefoon. En als je vrouw instapt, dat hij een ander geprogrammeerd zenderpakket heeft. De techniek van de auto's wordt natuurlijk steeds meer toegespitst op elektrische auto's. En de auto's zelf die worden dan... Lokaal worden ze natuurlijk veel schoner. Dus in de stad heb je geen vervuiling meer. Dus geen smog en geen fijnstof en zo. Ja, de nieuwste trend in automotors zijn het autonoom rijden. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon in kunt stappen. En dat je gewoon van plek A naar plek B gebracht wordt. Dus de auto wordt steeds slimmer. Maar ook steeds complexer. En dat zijn echt dingen die nu spelen. Die worden hier onderzocht op de universiteit. Ja, je studie als werktuigbouwkundige begint natuurlijk vrij theoretisch. Je krijgt veel achtergrond, dus veel sommen en formules. Maar later in je studie wordt er ook veel meer praktijk in toegebracht. Dus je krijgt echt een opdracht van een project. Dan word je echt aan het werk gezet om zo'n systeem te ontwikkelen. Dan krijg je echt de toegang tot de werkplaats en dan mag je onderdelen tekenen. En dan wordt die ook echt voor je gemaakt door een professioneel bedrijf. Ik heb de mogelijkheid om tijdens mijn studie dat bedrijf op te zetten. En daarbij werk ik aan dat product, de bodemplaat. En dat is dan tevens mijn afstuderen en mijn masterthesis. Ik word echt goed ondersteund door de universiteit. Dat is een hele groep die echt bezig is met het, ja, noemen we dan kennisvalorisatie. Die hebben als functie om nieuwe technische ideeën echt in de markt te brengen als product. Dus dan moeten we een bedrijfsplan schrijven, dan moeten we financiering regelen, onze eigen marketing branding organiseren. Iedereen wil zijn steentje bijdragen aan het milieu. En ik ben van mening dat dat moet op aerodynamica van auto's. En daar valt nog echt heel veel te halen. Dus er vallen zoveel kilo's CO2 te besparen als je echt alleen maar kijkt naar de aerodynamica van auto's. En dat ga ik aanpakken.